Hartelijk dank. En want de laatste opponent van vanmiddag is alweer Dr. Vermaat, hoogleraar Earth Science and Economics aan deze universiteit. Aan u het slotwoord. Nou, gezag van de rechter, kracht van mijn recht. Geachte promovendus, gefeliciteerd dat u het tot hier heeft weten brengen. Van harte gefeliciteerd. Ik wil u er ook graag in de laatste wettelijke minuten wat vragen over stellen. Ik heb getwijfeld tussen empirische of beeldvormingsvraag. Ik wil toch graag met een empirische vraag beginnen. Niet met mijn eerste, maar met mijn derde, omdat die eigenlijk grappiger vindt. Ik wil u vragen naar de schedelmetingen van meneer Vetulani op pagina 157, dus figuur 15, en pagina 170, figuur 16. En mijn simpele vraag is, wat staat er eigenlijk in deze figuurtjes? Is dit een ordinatie? Factoranalyse, kunt u het uitleggen aan de hand van misschien figuur 17? Dat is eigenlijk een hele onduidelijke figuur, want Vetulani is daar nooit duidelijk in geworden hoe hij dat nou vergelijkt. Op de x-as en de y-as staan die schedels met elkaar vergeleken. En hij heeft een aantal schedelkenmerken gemeten. Hij heeft daarbij die twee zogenaamde oorspronkelijke wilde takmans, de Taoïsche takman en de Gerson takman, gebruikt omdat hij ervan overtuigd was dat die oorspronkelijk wilde paren waren. En hij heeft op grond van die figuur heeft hij twee vierkanten weten te fabriceren. Maar laten we eerst nog even naar de assen. U zegt op de assen staan schedelkenmerken. Wat voor schedelkenmerken staan daar eigenlijk? Nee, op de assen staan de nummers van de paren die gebruikt zijn. Er staat dus ook een links, en staat ook de steppentuinpan vermeld. Ja, dat is dat middelste vierkantje van die. Ja, dat zijn dus die twee gemiddelden van die twee terpans. Maar elk blokje is dan één paard, maar zo gaat het van de diagonale die blokjes, een blokje vergelijking. Ja, de mate van zwartheid van die blokjes heeft te maken met de mate van gelijkenis. Ja, nou dat heeft u dus, mag ik in de reden van, als ik dit figuur in mijn proefschrift of in een artikel van een van mijn laat opnemen, dan zou ik uitleggen wat er staat. Uw onderschrift legt niet uit wat er staat, maar heeft nu wel duidelijk uitgelegd wat er staat. Ja, dat is wel duidelijk. Mijn tweede vraag is, hoe zou u het zelf doen als u zoveel paarden met zoveel schedelkenmerken hebt? Hoe zou u het zelf doen? Dat is moeilijk. Je kunt natuurlijk paarden met elkaar vergelijken op bepaalde schedelkenmerken. Maar wat Vetulanius gedaan heeft, geprobeerd om te vergelijken met wilde paarden. U bent geen Vetulanius, hoe zou u het zelf doen? Schedelkenmerken meten en vergelijken, kijken hoe ze met elkaar overeenkomen. En hoe zou u kijken hoe ze met elkaar overeenkomen? Afmeten. En welke statistische methode zou u aan kunnen denken? Dat zou ik niet weten. Ik ben niet goed in statistiek. Maar heeft u toch wel iemand die u kunt vragen? Ja, oké. Dat zal wel zijn. Dat is mijn eerste vraag. Ja. En mijn tweede vraag gaat over, en dan gaat het meer over taal. Bladzijde 133, maar u doet het op meerdere plaatsen. Gebruikt u een, laat ik zeggen, optimistische stijlfiguur. Zoals voorlopig nog niet definitief, of voorlopig nog speculatief. En op deze bladzijde zou ik zeggen, maar wanneer dan precies, onder welke condities en hoe plausibel eigenlijk? Dit lijkt een tamelijk magere vraag, maar in dit geval waarin feiten en fictie probeert te scheiden, is zoiets, zal ik het ook als razor noemen, het scheermes waarmee we waarheid en fictie snijden. Dus als u die twee plaatsen op bladzijde 133 dus bijpakt. Welke regel is het? Nou, bladzijde 133, de laatste regel van die hele grote alinea, dus dat is vandaag op een derde van onder. Daar staat, is het voorlopig? Speculatief. Als je dat nu eens hartstikke maakt. Maar je houdt het voorlopig speculatief op. Dan wordt de waarheid onwaar. Oh, als de boel is dat het kort staat, ook een aanpassing in de beweging, dat is voorlopig speculatief. Daar bedoel ik mee te zeggen dat we dat voorlopig niet weten. Hij heeft het vermoedelijk kort staat, tenminste iemand heeft hem beschreven als kort. En wat dat, ja, of het maar één paard geweest is, of wat meer, en wat voor de heeft, of functie. Ik heb dat onderdeel wel begrepen, maar ik stel een vervolgvraag eigenlijk. Wanneer
kunnen we de speculatie achter ons laten? Onder wat voor condities hoeven we niet meer te zeggen dat het speculatief is? Wanneer weten we het wel? Dan wordt deze fictie feit. Bijvoorbeeld, ja, ik neem aan dat het niet veel oude beschrijvingen die er boven water komen. Ik denk dat je dan in de DNA-onderzoek terechtkomt. Als je op een gegeven moment DNA weet te analyseren van deze paren en je vergelijkt dat met andere paren, misschien dat dat een mogelijkheid is om te kijken wat dat kost, hoe zeker je daarvoor kunt zijn. Hoeveel neandertaal DNA bezit u? Heel goed. Dus ik zou het met u eens zijn, dat is iets voor dat liggende. Of je zou via fossiel DNA terug moeten krijgen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ik weet dat ik nog best wel veel tijd heb, want het is nog niet. Mag ik mijn vierde vraag stellen, voorzitter? Mag ik vierde vraag stellen? Deze nauwelijks van economische en ook niet van aardwetenschappelijk of landschapsecologisch aard. Als we dus de sociologische of antropologische analyse van de paardenwetenschappen door de eeuwen heen zouden doen. Wanneer we bijvoorbeeld uw bladzijde 177, maar ook Engelse, Duitsers, Oostenrijkse en Nederlandse natuurbeheerders worden beschreven, dan lijken dat vaak wel erg eigenzinnige mannetjes. 177? Ja, eigenzinnige mannetjes met veel meer over hun eigen mooie theorie dan de saaie empirie. Nu bent u zelf in uw korte leven als, mag dat bij de leren noemen, hypoloog, ook in aanraking gekomen met absolute waarheid, vandaag nog, die misschien die niet zo saline blijkt, maar dit noopt natuurlijk wel tot zelfreflectie. En ik zou u eigenlijk willen verzoeken, niet direct de bal in uw eigen oog te vinden, maar toch, als u uw eigen betoog tegen het licht houdt, waar zit dan de grootste kans, kansberekening, statistiek, op een misplaatste zekerheid? Dus waar gaat u zich bekeren? Ik zou het niet doen. Als u daar speculeert. Het schiet eigenlijk niet in. Aan deze kant. Voila, S. Uw wijverdediging is beëindigd. Zijn wij vergunning dank te betuigen aan de opponenten voor de aandacht die ze aan mijn proefschrift hebben.